It's all I wanna do. Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we een potje Team Damage op Call of Duty Black Ops 3. We spelen op de map Aquarium, zoals jullie zien. En ik ga spelen met de Manowar. En ik heb als specialist, zoals jullie hier al zien, de Sixth, oftewel gewoon de Reaper. Het is natuurlijk die vent die die machinegeweer uit zijn arm kan toveren. Dus we gaan kijken of we een chill potje kunnen gaan neerzetten. Er komen vandaag nog twee andere video's online natuurlijk vandaag. Deze video kijken jullie om 12 uur. Die is om 12 uur online gekomen. Ik weet niet wanneer je kijkt. Er komt er één om 3 uur en één om 6 uur vanavond. Dus vergeet je natuurlijk niet allemaal te kijken. Vergeet je ook natuurlijk allemaal te liken. We spelen met de Manowar, met Rub, High Caliber, Quick Draw en Adjustable Stock natuurlijk. En met de Street UAV, Hellstorm Missile en Lightning Strike. Het is andersom, Lightning Strike. Want in deze game is de Lightning Strike minder punten dan de Hellstorm. Het is juist omgekeerd dan Black Ops 2. Maar dat kan natuurlijk, dat mag allemaal. En de mooie double kill daar al binnen. Even reloaden. Dan kunnen we weer door. Oh, hij staat daar gewoon in spam op te wachten. Dat kan natuurlijk. Maar we gaan natuurlijk gewoon even met deze specialist spelen. Kijken wat we met deze specialist kunnen gaan doen. Als je kijkt naar de lobby, zie je dat ik het hoogste level ben natuurlijk. Dus ik ben lekker aan boord levelen. En kak, hebben ze een machine gun. Volgende video die jullie gaan zien om 3 uur is met de CUDA gespeeld. Of ik moet een planningsfoutje gemaakt hebben. Maar voor mij speel ik dan met de CUDA. Is ook een heel chill wapen. Oh, een granaat. Ik heb flakjacket. Dus fuck off. Dit is de tweede keer ongeveer dat ik op deze map speel. Het kan zijn dat je mijn PlayStation hoort, want die heeft af en toe kuren. Ik denk dat ik één deze dag gewoon echt een nieuwe PlayStation 4 gewoon nodig heb. Want dit ding is echt aan het einde van zijn latijn. Waarom lig je aan het einde van de fucking map te campen, goos? Dropshot. Ah, weer die CUDA. De CUDA of CUDA is echt een superman, ook echt een super chill SMG. Maar ik denk, laat ik even met de Manowar gaan spelen. De CUDA vind ik zelf chiller hoor, als ik eerlijk ben. Maar ik moet met alles even een keer gespeeld hebben in de opname. Het is ook niet leuk dat als het spel net uit is gelijk alleen maar met hetzelfde wapen gaan spelen natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Want, ik denk dat jullie ook een beetje saai zullen gaan vinden als ik alleen maar met hetzelfde wapen speel. Oh, get wrecked. Teammates, dat ben ik. Ik hoor bij jullie. Laten we maar... Als hij daar spant, hè? Hij spant gewoon hier. Hij spant waar ik net span. Hoe? Dat is kut. Enemies hebben een HCXD. Kom maar. Dat was hem. Dat was de HCXD. Hij heeft er niks mee kunnen bereiken. Oké, ik heb mijn Reaper binnen. Ik wacht nog heel eventjes. Ik pak hem nu erbij. En ik ben hem kwijt. Ik ben echt een fucking retard gewoon als ik dit speel, jongen. Echt waar. Ik pak altijd mijn specialist op de verkeerde momenten. Ik zweer het je. Fucking kut is dat, zeg. En nu ga ik alleen maar dood. Gadverdamme, zeg. Hoeveel sta ik? 8 om 6. Wat een kakpotje is dit, jongens. Komt er daarin. Iemand is dood. Let's go, headshot. Nog een headshot. Oké, let's go. Ik heb de Wraith unlocked. Let's go. Oh, het wordt getempest. Oké, de Wraith die gaan we dus ook gewoon even een keer in een opname gebruiken. De Wraith is eigenlijk gewoon de stealth chopper van Black Ops 3. Dus die gaan we ook gewoon even proberen te halen. Genaat. Weg hier. Even slam. Zit er daar ook in. Let's go. Let's how you roll. Zit hier eentje. Zitten er twee zelfs. Jammer joh. Je moet me niet slaan. Dan kill ik je gewoon. Oké, nog één keer naar mijn UAV binnen. Kijken of die even kunnen gaan halen. Zou wel mooi zijn. Team heeft spannen in ieder geval achter me. Dat is één voordeeltje. Maar de enemies hebben een taal in. Dus laten we maar even onder water gaan. Je kan 12 seconden onder water blijven ongeveer. Laten we hier er maar weer uit gaan. Vind ik wel mooi. De enemies hebben een hel. Soms even binnen blijven. Ik wil even mijn UAV halen.
Volgens mij zitten ze hier binnen. Let's go. Ik heb weer mijn Reaper. Oké, ik ben dood. Oké, UAV is tenminste binnen. Ik kan ook even mijn Reapertje gelijk in. Beter dat hij nu wel goed gaat. Let's go. Oh, fucking hell. Mijn teammate die moest gewoon even iets eerder reageren. Ietsjes eerder, jongens. Oké, hij gaat zijn capex proberen op te halen. Of niet dus. Want dan pak ik hem wel. Ik wil wel een hellstorm hebben. Ik moet hem precies hier binnen gooien. Let's go, holy shit. Holy shit. Een fucking multi. Een multikill met een hellstorm. Zo doen we dat. Woe, dat was even lekker, jongens. Holy shit, we moeten dit ook even winnen. 24 op 9 staan we op dit moment. Kom, teammate, niet blokkeren. Even meewerken. En nu zijn we weer een HCXD. Let's go, nieuwe fietsjes binnen. Ik vind die stem van die vent zo irritant, hè. Dat wel. Moet je wel even elektro geven. Maar ja, het is een van de beste specialist dingen. Oh. Ik ga dood. What the fuck? Hoe heb ik dat overleefd, jongens? Even serieus. Oké, ik vind mijn streaks. 1, 2, 3. Hoe heb ik die ene kill overleefd net? Dat is echt niet normaal. Dat is gewoon niet gezond meer. In deze map kan je dus geen streaks halen. Niet echt goede streaks. Dat is ook weer te zien. Oh, kut, ik ga dood. 28-10 op dit moment. We gaan dit wel verliezen, zoals je ziet. Mijn teammates gaan niet al te goed. Jammer, man, maar we hebben wel echt een lekker potje neergezet. Holy shit. Ah, oh, dan zit hij aan te campen. Dat kan ik ook niet zo doen. Holy shit, jongens. 28-11 is ons eindscore. We hebben een KD op 2.55. We hebben 1 assist, maar we hebben wel even een lekkere quad kill neergezet met die Hellstorm Missile. Dus, mocht je nooit hebben van de allereerste video vandaag, vergeet dan deze niet eventjes te liken. Natuurlijk, vergeet natuurlijk ook de andere twee video's om 3 en om 6 uur niet te checken. Dus, jongens, ik bedank jullie heel erg voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie tot over 3 uur ongeveer. Dus, jongens, bedankt voor het kijken. En tot straks. Later.